klaar. Joehoe. Ik heb 4 lappen gehaakt in totaal. En deze zijn 30 toeren lang. En 50 losse lang. Dus op zich best wel mooi. En we gaan ze nu aan elkaar haken. En hoe we dat gaan doen, ja, dat ga ik jullie natuurlijk nu uitleggen. Als eerste gaan we beginnen met de eerste set. En we gaan het randje eromheen haken. En dat is van deze kant naar deze kant. Zo. Deze kant niet. Alleen deze kant. Dat is even heel belangrijk. En dat gaan we doen natuurlijk met de donkere wol weer. Ik heb de haaknaald 3. En zoals, net zoals bij de andere, bij dit gedeelte, dat heb ik precies hetzelfde. Hier en hier. En dit komt later. We gaan eerst deze randen doen. En als we klaar zijn, dan kom ik terug. En mocht je het weer even vergeten zijn van hoe we het gaan maken. Ik haal hem hier erdoorheen. Door een van de vaste. Ik maak een lusje zoals je het ziet. En dan haak ik die ook gelijk dadelijk mee. En dit ga je doen totdat je aan de andere kant bent. Dus net zoals die andere lap. En mocht je het niet snappen, dan kijk even verder. Dan misschien dat je het dan wel snapt. Maar we gaan gewoon nu aan elkaar haken. En dan straks gaan we het kartonnetje erin doen. Maar dat is straks pas. Dus dat gaan we nu nog niet doen. Ja, en verder heb ik niet veel over te zeggen. We gaan gewoon eerst maar eens eventjes allebei de lapjes tot zover mogelijk vastmaken. En dan hebben we het dak voor de helft. Oké, ik heb nu allebei de randen klaar zoals je het ziet. En deze laat ik open. Ik ga nu eerst de andere maken. En gewoon op dezelfde manier van links naar rechts. En dan laat je dit stuk ook open. Dus dat gaan we als eerste doen. En als ik dat gedaan heb, dan kom ik weer terug en dan gaan we weer verder met elkaar. Dus ik ben heel erg benieuwd. Oké, ik ben klaar. Ja, het draait. Ik moest even controleren. Ik ga de touwtjes even wegwerken voor de zekerheid, want die wil ik natuurlijk niet zien. Dus die knip ik even mooi af. Deze moet ik trouwens nog niet afknippen, die moet ik wegnaaien. Even kijken. Ik moet even mijn bakje erbij pakken waar alle naalden in zitten. Zo. En dan krijg ik hem er natuurlijk niet doorheen. Ik heb precies weer degene met het vervelende oogje. En ik ga er onderdoor. Onder de vaste die we net hebben gemaakt. Kan een beetje peuteren zijn, maar op zich lukt het wel. Zo, die knippen we dan nu weg, want daar hebben we natuurlijk niks meer aan. Even controleren of er geen rare dingen zitten. Nee, nou deze is klaar. Dan gaan we naar de volgende. Deze die kun je gewoon middenin stoppen. Deze kan het ook wel eigenlijk. Hoef je dan niet eens weg te werken. Maar ik doe het gewoon puur voor alle zekerheid. Zodat we die niet meer terug zullen zien. Dus ik zit nou even te kijken hoe we alles gaan aanpakken. Als eerste gaan we de kartonnetjes even op maat maken. Ik knip de laatste dingetjes en foefjes even weg voor alle zekerheid. Nou, volgens mij is deze ook zeer netjes. En ik ga nu opmeten met de liniaal hoe groot ze zijn. Nou, 29 of 28, wat zullen we ervan maken? Nou, 29 centimeter aan deze kant. En hier 21 centimeter. Dus ik schrijf het even voor mezelf op. Want anders vergeet ik het weer. Dit is 21 en dit was 29, geloof ik. Ja, nee, net niet.
We maken er 28 van, voor alle zekerheid. Nou, ik heb het opgeschreven en ik ga dat heel eventjes twee kartonnetjes maken. En dan kom ik zo bij jullie terug. En dan hebben we een mooi iets. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit gaat worden. Tot zo. Oké, ik heb de twee dingen gesneden. En ik knip nog wel even de zijrandjes er vanaf. Want ja, die zijn natuurlijk nog niet zo heel mooi. Want daar krijg je dan wel weer veel last van. Als je dat niet netjes doet. Zo, gelijk ook even de vondels weggooien, zodat ze niet in de weg liggen. Dat is namelijk niet de bedoeling. Even hier de laatste dingetjes wegknippen. Zo, ook gelijk weggooien. Ik heb altijd, dus misschien ook een tip voor jullie, een prullenbakje bij de hand. Als er losse dingetjes zijn of zo, dat ik die gelijk weggooi. Want het gaat alleen maar in de weg liggen. Dat ken ik uit de ervaring. Nou, als eerste ga ik dus nu de kartonnetjes in de flappen doen. Een beetje piepen en passen. Maar het lukt natuurlijk wel. Ze moeten natuurlijk ook niet te los zitten. Dan krijg je van die lelijke dingen. Kan een beetje lastig zijn in het begin. Heb ik nu ook. Gewoon zo. Ik heb hem iets korter aan de bovenkant gemaakt zoals je ziet. Want ja, we moeten hem natuurlijk boven ook nog vastmaken. Dus ik denk dat er echt een centimetertje wel over is. Maar dat maakt helemaal niet uit. Nou, hier heb ik het kartonnetje nu erin zitten. Ziet er super goed uit. Ben ik echt blij mee. Oh, en mijn vel die zat ertussen. Oh, volgens mij heb ik hem ooit met een naald ergens geprikt of zo. Zat een korstje overheen. Daar trok hij dus aan. Nu ga ik de andere ook even doen. Zo. Ik kan wel wat trekken hoor. Het kan wel wat hebben in principe. Zo. Ik zie hier ook nog een paar frummeltjes. Nou, dit ziet er ook wel aardig mooi uit. De hoekjes die staan wat omhoog. Maar dat is totaal niet erg. Kun je nog een beetje naar beneden duwen. Dat die mooi zit. Het kartonnetje zit nou iets naar boven. Dus die ga ik nog wel even iets meer naar beneden duwen. En we gaan nu de bovenkant samen haken. Kan lastig zijn. Ik vind het zelf ook best lastig. Maar in principe moeten ze nu zo gaan staan. Ja, zo moeten ze nu gaan staan als een echt dak. Dus wat ik nu wil gaan doen, is je zet ze op elkaar. Probeer het wel gewoon zo gelijk mogelijk te doen. Nu gaan we eerst de bovenkant, dus de buitenste gedeelte, deze. En de achterste, die wil ik nu aan elkaar gaan samenhaken. Dus nog een keer, deze flap voor je en de onderste, dus deze waar het kartonnetje tussen zit, die wil ik naar voren halen en samen gaan haken. Natuurlijk met de bruine wol. En hoe ga ik dat doen? Ik heb geen idee. Ik doe het gewoon precies zoals ik denk dat het goed is. Ik ga de camera, nee, dat gaat trouwens niet werken. Ik ga proberen zo uit te leggen. Je gaat met je naald sowieso door alle vier. Op de plek waar je geëindigd bent met je bruine wol. Dus hier ben ik geëindigd met mijn bruine wol. En nu ga ik hier een lusje van maken. En ik trek hem door alle vier. Kan niet zo heel lastig zijn. Is vrij makkelijk. En ik maak een vaste. Voor de zekerheid ga ik nog een keer door hetzelfde gat. Beetje porren. Oh. Maar dan lukt het op zich nog wel. Draaien, bewegingen. Maak ik hem los. En ga ik er doorheen. Waardoor dit samen wordt gehaakt en je daar geen verschil meer in ziet. Nu trek ik de voorste dus. En de achterste. Dus deze twee. Trek ik ietsje meer omhoog dan de rest. En dat kan ook lastig zijn.
En nu ga ik gewoon, zoals bij de andere ook aan deze kant, ga je het gewoon zo dicht haken. Kan lastig zijn. Vervolgens dat touwtje duw ik naar binnen, want daar zie je toch niks van. En ik maak hem vast. Onthoud goed dat je goed moet opletten dat ze niet tegelijk samenvallen. Want we moeten nou geen 4, maar 2 hebben natuurlijk. Maar dat zal vast logisch klinken. Zo. Nou. Het heeft niet heel veel kracht nodig, merk ik. Maar het moet wel op zijn plek blijven. En dat kost wel wat mikker. Want hij trekt natuurlijk terug. Omdat hij zoiets heeft van, hij trekt me uit. Ik word uitgetrokken. Ik ga even op een andere manier haken. Blijf nog steeds goed opletten over hoe je het aanpakt. Zo. En zo ga je door tot aan het einde. En de onderkant, die gaan we natuurlijk met grijs doen. Maar die gaan we niet haken, denk ik. Ik denk dat we die puur gaan naaien. Maar dat weet ik nog niet. Daar ben ik nog niet helemaal over uit. Dus ik moet nog heel even kijken wat ik daarmee eigenlijk ga doen. Het enigste wat ik nu kan bedenken op dit moment is dat ik hem dus averechts omklap. En dat ik daar dus vervolgens met de bruine ga in plaats van met de donkerbruine. Zo. Nou, we zitten al bijna op de helft. Oh, man, oh, man, oh, man. Ja, dit kost best wel handkracht, moet ik zeggen. En dat had ik eerlijk gezegd niet gedacht. Ik was net te ver naar onderen gaan en dat voel je dan ook. Dan moet je te veel kracht erin zetten. En ik had net nog een paar kleine bolletjes gevonden. En dat had ik zoiets en nog zoiets. Nou, en daarmee had ik hem gelukkig af kunnen maken. Dus daar ben ik wel heel blij mee. En dan gaan we dadelijk uittellen hoeveel we in totaal moeten haken. Oké. Ik zit nu alleen even te bedenken. Laten we dit eerst maar even afmaken. En hier zie je dat ze heel erg op elkaar dicht liggen. Nou, gewoon weer iets omhoog trekken en dan komt het wel weer goed. Oh, deze ligt ook te hoog. Je voelt wanneer die te laag zit. En dan voel je te veel spanning op je haaknaald. Als je aan het haken bent. Dat is op zich niet heel erg. Maar dan pak je wel veel meer wol mee. Dan dat je er iets mee gaat doen. Zo. Oké. Ik zit heel even na te denken. Want we zijn aan het einde. En dan gaan we hetzelfde doen als wat we hiervoor. We gaan in dezelfde gedeelte van het zwarte of van het donkerbruine. Daar gaan we ook afhechten. En het laatste stukje is wel moeilijk. Maar dat lukt jullie wel. Oké. We zijn bijna aan het einde. En daar ben ik echt heel blij mee. Want ik ben benieuwd of dit echt goed gaat. Ja, dit gaat zeker goed. Oké, op het laatste puntje van ongeveer 2 tot 3 vaste ga ik deze nog samenhaken met 2. En nu ga ik de rest er ook bij trekken. Dus dan hebben we in totaal 4 lapjes weer die je moet haken. Let er dus op dat je door alle 4 gaat.
En dat is knap lastig af en toe. Zo, nou, ik ben aan het einde zoals je ziet. En nu ga ik dus in diezelfde gedeelte waar ik dus met die einde van de bruin ben geweest. Ho. Ho. En dan ga ik nog één keer erin, voor alle zekerheid. En dan hoop ik daarmee dat ik ongeveer op dezelfde hoek zit als van de bruine. Zo. Nou, ik geloof het wel. Wat ik nu doe, is ik pak de andere toer van de bruine en daar ga ik doorheen om een vaste te creëren. En dan haal ik hem nog één keer door mijn haaknaald. Ho. Zo. Eén keer door mijn haaknaald. En we knippen hem af. Zo. Hupsakee. En ik duw hem wat steviger aan. En zoals je ziet, zit hij erg mooi vast. Aan deze kant ook. Ik ga het draadje even wegwerken. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren. En dat doe ik, maakt niet zo heel veel uit welke kant je dat doet. Als je me er doorheen haalt. En één keer zo er doorheen, dat is prima. Ik stop steeds mijn schaar in een bakje. Zo. En we hebben het dak, mensen. Kijk. Hij zit nu vast. Als je wilt, kan je het nog een beetje naar beneden vouwen op een of andere manier. Want hij heeft natuurlijk niet alles vast. En ik klap hem open als een boek. Nou, zoals je ziet, moeten we dit stuk natuurlijk ook nog. Ik ga hier even de twee dingen eronder leggen. En dit weet ik nog niet zo heel goed hoe ik dit ga doen. Of ik kan het naaien of haken. Ik denk dat haken op zich ook wel mooi is. Maar ik denk dat naaien mooi is. Want dan ga ik in een lusje ga ik werken. Maar daar pak ik wel heel even een andere naald voor. Zo. Ik pak wat wol. Maak het niet te lang voor jezelf. Want je kunt altijd nog meer pakken. Dan hecht je gewoon af en dan ga je gewoon door de andere vaste of losse heen. Wat nu heel belangrijk is, is dat we het dak niet te dik maken aan de onderkant. Dus wat ik wil doen is, ik pak hem hier, je ziet hier die lijnen lopen. En ik wil hem eigenlijk in die lijn, in diezelfde lijn wil ik hem ook vastzetten. Zo, dus ik ga gewoon door één klein touwtje heen. Ik maak een knoopje, twee, en ik stop daarna het draadje, stop ik eronder. En vervolgens ga ik naar de overkant. Als het later nog niet goed is dichtgenaaid, ga je gewoon opnieuw doen. Of opnieuw. Dan naai je de stukjes vast die nog niet goed genaaid zijn. Dat maakt op zich niet zo heel veel uit. En ik ga hem even op deze manier vouwen. Dan kan ik het jullie ook heel goed laten zien. Hier zit nog een toer en die pak ik. Dus je moet je vinger moet je een beetje induwen. En dan ga je door die toer heen. Op deze manier. Of kijk hoor. Nee, door een stokje ga je. En nu pak ik het andere stokje van de overkant. En ik ga nu dus ieder stokje pak ik om er doorheen te gaan. En dan uiteindelijk kom je zo bij het einde. Als het dan niet goed is en je vindt het niet mooi, dan kun je later nog dingetjes erbij naaien. En zo ga je eigenlijk iedere keer door je vaste heen. Of door je vaste, door je halve stok. En dat ga je eigenlijk doen totdat je helemaal aan het einde bent. En ik zal je dadelijk wel laten zien waarom ik dat op deze manier doe. Ik kan het nu ook wel laten zien. Want je ziet dat hij heel mooi verbonden is nou. En dat wilde ik. Moest ik wel heel even over nadenken. Want toen ik dit begon had ik zoiets van, waar ben ik aan begonnen?
Maar ik ben wel heel blij dat ik hem nu heb gemaakt. We moeten alleen nog de achterwand maken. En dan kijken we of we nog een soort vloer nodig hebben. Maar dat zoeken we later wel uit. Dat hoeft niet per se nu. Oké. Nou, ik ga dit nog heel even afnaaien. En dan zie ik jullie zo weer terug als ik klaar ben met naaien. En dan gaan we kijken of het helemaal goed zit en of dat er geen vervelende dingetjes zijn ontstaan. Want dat kan altijd gebeuren. Dus ik zie jullie zo weer. Trek hem trouwens ook niet te ver aan. Dat is wel heel belangrijk. Maar hij is nu heel mooi gevoegd. Oh, en mocht je er moeite mee hebben om het te kunnen naaien, dan naai je vanuit deze kant en dan trek je hem ook gelijk aan. Zodat hij wat minder vast zit. Want dan zie je het niet zo. Maar mocht je dat andere prettiger vinden, dan zou ik dat gewoon doen. Dit kun je trouwens ook vastzetten met vaste. Maar dat is net wat je zelf wil. Ik wil het liefste genaaid hebben. Maar ik snap ook als je alleen maar vaste wilt. Dus dan moet je zelf eventjes ondervinden, zou ik dat maar even zeggen. Dus doe wat je fijn vindt. En ja, dan komt het altijd wel goed, zolang die maar dicht is. Oké, ik ben klaar net met naaien. En ik heb het hele stuk genaaid. En ik vind het heel mooi. Het is mooi verborgen. En nu ga ik het laatste stukje doen, maar dat wilde ik met jullie samen doen. Ik ga onder het bruine tot lichtbruine gedeelte. En ik ga nu naar een lusje. En daar ga ik onder het lusje, andere lusje weer door. Lusje onder lusje onder lusje. Ik trek hem flink aan, zodat ik weet dat hij echt goed vast zit. En vervolgens ga ik in alle vaste die tegenover hem zitten. Daar ga ik erin. En dat kan even porren zijn. Maar dan heb je ook wat. Zo. Hoppakee. En nu vouwen we hem dicht. En nu zie je dat hij hier mooi aan het oversprongen is, zeg maar. Zo kan ik het wel noemen. En hij is hier mooi in elkaar en naast elkaar, hoe je het ook maar wilt noemen. Als je wilt, kun je nog aan beide kanten een extra steek zetten. Dus hier en hier, zodat die echt op zijn plek blijven. Maar dat gaat sowieso wel gebeuren. Want als we eenmaal de achterkant mooi maken, dan komt dat helemaal goed. En uiteindelijk gaan we dus nu de muren eraan vastzetten. En dat gaan we op deze manier doen. Ik haal nu een muur erbij. Zo. De licht... bruine kant gebruiken we om hier bovenop te zetten. En de donkerbruine kant, ook zien jullie niet, donkerbruine kant, die blijft gewoon naar buiten. En ik had uitgerekend dat 5 toeren terug moeten tellen. En daar gaan we hem haken of naaien. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Daar. Ik ga even daar een mankeerder plaatsen. Oh, ik heb hier, ik wil zeggen, ik had ze ergens. Even kijken. Nou, we hebben hier 2 mankeerders. We gaan even opnieuw tellen. 1, 2, 3, 4, 5. Dus hier. Dit is 1. Ik knip hem ook even dicht voor alle zekerheid. En deze kunnen jullie net niet zien. Zo wel als het goed is. 1, 2, 3, 4, 5. En als je wilt kun je ook gewoon de dingen volgen. Maar tellen vind ik altijd iets belangrijker dan volgen. Die knip ik ook dicht. En aan deze 2 kanten... daar gaan we nu deze dan vast ook naaien. Je kunt het op een aantal manieren doen. Je kunt het ook weer haken of naaien. Maar je kunt het ook met lijm doen. Het is net wat je dan wil. Ik ga het gewoon naaien. Zodat ik hem als ik dat de kerst klaar is, kan ik hem zo in elkaar klappen. En kan ik hem zo mooi in een doos doen. En daarvoor gaan we natuurlijk weer naaien, zoals ik net al zei. Knip... weer een groot stuk af. Niet te groot, want je kunt weer bijpakken. En... oh. Zo. Ik laat hem gewoon zo op de dingen. En ik begin aan de bovenkant, denk ik. Ik haal hem hier precies er doorheen. Waar de mankeerder zit.
probleem nu is dat ik hem dus niet weg kan stoppen. Of ja, het kan wel, maar dat is wat moeilijker. Dat ga ik jullie alsnog toch even uitleggen, want dat is misschien wel belangrijk. Ik maak twee knoopjes, die zie je straks niet meer. En ik ga nu met de haaknaald ga ik onder. En zo doe ik de lus erachter en trek ik hem door tot zover het mogelijk is. En dan zie je het lusje niet meer. Vervolgens gaan we hier nu in beginnen. Ik zet hem precies in de laatste vaste van de donkerbruin. En vervolgens leg ik hem zo neer. Ik ga hem voor me leggen op de manier zo. En ik ga in iedere, dus wat we net deden, in iedere halve stok ga ik er ook doorheen. En dan ga ik weer door een vaste. Zo. Dan ga ik weer terug in de vaste. Dus dan ga ik weer naar beneden werken. En vervolgens pak ik weer de vaste die hieronder zat. En dan ga ik twee halve stokjes tegelijk pakken om te naaien. En vervolgens ga ik weer in de vaste omhoog. En ga ik weer met de vaste omlaag. Pak ik weer vervolgens twee halve stokjes. En ga ik vervolgens weer met een vaste omhoog en een vaste omlaag. Vervolgens pakken we weer twee halve stokjes. Hoop, we hebben ook de schaar mee naaien. En vervolgens gaan we weer omhoog met een stokje of met een vaste en omlaag met een vaste. En dan weer twee stokjes. En zo blijf je eigenlijk doorgaan. Totdat je het vast hebt genaaid. Wat je kan doen, en dat gaan we straks ook doen, is vastlijmen met kinderlijm. Hete lijm kan op zich wel, maar vind ik een beetje te gevaarlijk. En het gaat alleen maar om dit gedeelte. Dus dan ga ik deze steunen en dan gaan we die daarna vastzetten. Zo. En dan gaan we weer twee vaste, of twee halve stokjes en weer twee vaste. En dit ga je doen totdat je aan het einde bent van deze kant waar de mankeerder zit. En dan hebben we de één muur vastgezet. En dan zijn we zover om de andere deel ook aan de andere kant te zetten. En dan doe je eigenlijk precies hetzelfde. Maar uiteraard ga ik die gewoon met jullie samen doen. Let er wel op dat de vaste die je erboven pakt ongeveer ook echt erboven zit. En niet dat het best wel ruimte heeft tussen de vaste en de halve stokjes. Dus ik ga echt ook wel ruim recht erboven zitten en dan recht omlaag. Zodat ik bij de andere halve stokjes ook terecht kan. En zo vermijd je dus eigenlijk geen vaste om mee te naaien en ook geen halve stokjes. En dat is natuurlijk wat we willen. Dus dat is wel even heel belangrijk. Nou, we zijn bijna aan het einde. Het kost wat tijd, maar dan heb je ook wel iets. Ik ga de dingen even iets verder naar voren zetten. Anders ben ik bang dat ik niet de goede pak. En blijf erop letten dat je wel alleen die ene rand pakt waar je dus de mankeerder hebt gezet. Dat is wel heel belangrijk. En zo krijg je toch een klein afdakje aan de zijkant. En dat is wel leuk natuurlijk. Zo. En als je dan uiteindelijk klaar bent met dit gedeelte, dan gaan we hem ook goed vastzetten. En dat doen we natuurlijk ook met een knoopje, voor alle zekerheid. En dan stoppen we hem ook gewoon weer netjes weg. Ik heb net dus niet opgelet, dus ik zie dat ik twee vaste over elkaar heb genaaid. Maar op zich alleen ik zie dat en de rest niet. Dus jullie zouden denken, welke vaste? Dat is gewoon, je moet zelf
vooral goed kijken naar hoe je alles aanpakt. Nou, ik vind het echt wel netjes zo. Ik ben er hartstikke blij mee. Nou, we gaan de laatste. Ik hou dus twee laatste vaste over om precies te zijn. Ik ga de mankeren ook weghalen. Zo. En dan ga ik de laatste vaste tegemoet. Hier. Zo. Dus de ene laatste halve stokje, daar eindig je, om precies te zijn. En dan zit hij vast. Ik vind het heel netjes. Zo klapt hij dan open. En nu ga ik hem afhechten. Ik ga in een twee touwtjes pak ik. En daar ga ik er doorheen met een naald. En dan maak ik een knoop. Dus ik ga er tegenover de richting ga ik in. Ik trek hem wat meer aan en ik ga nog een knoopje maken. En dan pak ik een andere lusje, maar dan ga ik toch er doorheen. Nou, en nu zit hij wel vast. Ik ga in de flap van deze ga ik erin. En dat doe ik net boven dat dingetje. Zo. Hoppakee. En ik sla een lusje over en dan ga ik weer naar links toe naaien, zodat ik zeker weet dat hij goed vast zit. Dat als hij ooit een klap krijgt of ik laat hem vallen, dat hij dan niet in één keer loslaat. Zo, en dit lusje gaan we natuurlijk gebruiken voor de andere kant. Maar even het resultaat bekijken. Ja, ik ben er heel blij mee. Hij is heel mooi. Nou, nu gaan we natuurlijk de andere kant ook doen. En dan gaan we ook 5 toeren terugtellen. Dus 1, 2, 3, 4, 5. Nou, je kan het lijntje volgen. Ik zet hem dan in dezelfde lijn. Maar ik ga toch daarna nog tellen voor de zekerheid. Want tellen is heel belangrijk. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dat klopt helemaal. En de lichte kant pakken en de donkere kanten gaan naar beneden staan. En ik leg hem ook precies zo neer dat hij niet in de weg ligt van de andere. Oké, ik heb de andere kant nu ook genaaid. Links is genaaid en rechts. Klinkt een beetje raar, maar ja. Dat maakt niet uit. Ik ga de mankeerders weghalen. Even terug een potje stoppen voordat ik die kwijtraak. Is niet zo handig natuurlijk. En dan gaan we kijken hoe die staat. Daar ben ik wel heel erg benieuwd naar, want het is natuurlijk een flapje. Dus ik denk dat we hem nog even moeten lijmen, maar vooral bij het kartonnetje. Maar dat komen ze dadelijk achter, dus ja. Oké, hij ziet er nu uit. Het is een beetje donker helaas, dus ik kan hem niet echt heel goed laten zien. Maar zo ziet hij er nou uit. Ik ben super blij. Alleen deze kantjes, die gaan we nog even lijmen. Dus ik ben wel blij dat ik het afdakje heb gemaakt. Maar voor de rest vind ik hem echt super gaaf. En hier heb je ook weer een hoekje. Dus ja, ik denk dat we hem nog wel even moeten gaan lijmen. Aan de onderkant vooral, dus dat ga ik zo doen. Want ik voel dat hij nog wel wat trekt aan het dak. Dus ja, meer kan ik ook niet echt over zeggen. Maar we gaan er nu in ieder geval lijmen. En dan zijn we klaar voor deze video. Oké, daar zijn we weer. Deze kant is natuurlijk niet gelijmd. Of wel gelijmd. We gaan nu specifiek dit gedeelte lijmen. Want hier zit het flapje. En ik weet nog niet zo goed hoe ik het ga doen. Maar ja, we zien het wel. Ik denk dat ik als eerste ga beginnen. Ik heb kinderlijm van de Action. Die gebruik ik eigenlijk altijd. Gewoon puur voor de veiligheid. Dat als er, of mocht er iets gebeuren, dan, ja, dan heb ik het in ieder geval niet gedaan. Ze hadden twee soorten. Ze hadden witte en doorzichtige. Nou, ik heb ze toen allebei gekocht, maar ik ga nu voor de doorzichtige. En wat ik nu eigenlijk ga doen, is ik ga de gaatjes opzoeken. En het is puur alleen voor dat lijntje dat hem
stevig hout. Het is niet puur voor deze. Deze die zit al aangenaaid. Dus dat is in principe goed. Het moet alleen puur dat de karton van deze kant gewoon alles vasthoudt. Dus ik ga me dan een beetje inwurmen. En vervolgens knijp ik er gewoon flink in. En dan zet ik hem terug op zijn plek. En zo ga ik het eigenlijk bij ieder deeltje doen. Om de zoveel vaste ga ik dan. Dan wordt hij wel wat harder. Maar dat is niet zo heel erg. Oh, dan blijft het lekker aan mijn vingers kleven. Ook heerlijk. Gewoon even ertussen spuiten. En dat zul je uiteindelijk niet meer zien. Want dit is natuurlijk de bovenkant. Dan zit het helemaal erop. Even je handen wrijven en dan is de lijm hard. Nou, nu heb ik hier dus dit randje heb ik gedaan net voor de vaste. En nu ga ik dit randje doen. Maar die ga ik precies eronder doen. Het mag best wel wat lijm hebben. Want ja, het moet natuurlijk helemaal vaststaan in het karton. Oké, ik heb hem dus net hier gelijmd en ik zit nog even te bedenken. Ik moet eerst wachten. En ik was trouwens vergeten om hier in het hoekje te lijmen. We moeten eerst wachten tot het dit droog is. Je kunt hem in principe gewoon zo klappen, want dit heeft er niks mee te maken. Het is puur alleen het onderste gedeelte. En hier zit het natuurlijk vast, dus daar heeft ook niks mee te maken. En mocht je hem op dat moment nog niet goed vastvinden zitten, dan zou ik als ik jou was gewoon even met de lijmtang gaan werken. Dit hou ik zo staande, zodat hier geen houvast aan zit. Want als ik dit doe, dan komt dit omhoog en als ik dit doe, komt dat omhoog. Dus dat vond ik wel even belangrijk. En dan gaan we de andere kant nog lijmen. Ik weet nou niet precies hoe. even denken, hoe gaan we dat doen? Ik hou hem in ieder geval nu heel even tegen de laptop aan met de voorkant. Maar je kan ook een boek pakken of zo. En dan gaan we deze kant nog even doen. Dat vind ik wel heel even belangrijk. Nu ga ik even iets dichter erbij. Want net zat ik in die tweede toer. En nu had ik bedacht om iets naar voren te gaan. Zodat hij echt puur op dat drukpunt waar de muur staat van de stal. Zodat dat wordt bevestigd met elkaar. Dat is één kant. Nou. Mooi. En deze laat ik ook eventjes een half uurtje drogen. Want deze lijm is op zich best wel snel gedroogd. En als die droog is, dan kunnen we zien of het echt goed gelijmd is. Zo niet, dan kun je nog verder lijmen. Maar ik ga ervan uit dat dat niet nodig is. Dus ik ga deze even op een plek zetten waar ik hem goed hoog kan zetten. Ik heb nog geen idee. En dan hoop ik dat die snel droog is. En dan sluit ik ook bij deze video af. Ik hoop dat jullie er veel aan hebben gehad voor de kerststal. En ik zie jullie in de volgende video als we de achterkant gaan maken. Want ja, die is toch wel even hard nodig. En dan zie ik jullie later weer. Doei!